Door de hele geschiedenis heen hebben mensen overal en altijd gewaakt over hun eigen stukje van ruimteschip Aarde. En nu kunnen aardobservatiesatellieten een oogje houden op het groene leven van onze planeet. Tegenwoordig kunnen we alle lijnen van de nieuwe wereldgeografie met elkaar verbinden, maar daarbij is bescheidenheid wel gepast. Dat hedendaagse experts niet altijd zo slim zijn als ze denken, is gebleken in het hoogland van de Andes, bij het Titicacameer. Op bijna 4000 meter boven zeeniveau is het klimaat streng en ijzig. Maar het Titicacameer is een heilige plaats voor Zuid-Amerikaanse indianen, wie je voorouders hier meer dan 1000 jaar geleden een bloeiend rijk hadden. Er waait een ijzige wind uit de bergen. De regenval is er onregelmatig. In het meer zit vis en tussen het riet leven eenden, zoals de vroegere bewoners al wisten. Maar uit deze natuurlijke voedselbronnen alleen is niet te verklaren waarom de cultuur die zijn naam ontleent aan de tempel bij Tiwanaku zo'n hoge vlucht kon nemen. Moderne archeologie betekent geografisch terugblikken. En dan zien we een schril contrast tussen de grandeur van de tempel en de povere opbrengst van bevroren aardappelen op de velden eromheen. Voor hedendaagse landbouwdeskundigen lijkt het Altiplano, de hoogvlakte van de Andes, totaal ongeschikt als landbouwgrond. Op een satellietbeeld van het Titicacameer zoomen we in op het hart van het vroegere Tiwanaku-rijk. Hier zijn de technieken aan het licht gekomen waarmee de Tiwanaku's het klimaat trotseerden en tot grote welvaart kwamen. Op het Instituut voor Archeologie in La Paz heeft een Amerikaans-Boliviaanse groep het oude landbouwsysteem herontdekt, 1200 jaar na de ondergang van het Tiwanaku-rijk. Het Boliviaanse team wordt geleid door Oswaldo Rivera. Ze hebben de plaatselijke boeren overgehaald om de oude technieken uit te proberen. In het midden zit Alan Colata uit Chicago van het Amerikaanse team. Ze gebruiken luchtfoto's om te bepalen waar ze opgravingen gaan doen, maar ook op de grond is het stempel van de Tiwanaku soms nog duidelijk zichtbaar. Ze lijken op de afdruk van een wafelijzer, met greppels als afscheiding tussen de opgehoogde akkers. Opgravingen hebben uitgewezen dat de Tiwanaku's zeer doordacht te werk gingen bij het ophogen van de akkers. Er werd een stuk grond uitgegraven en daarin kwam een laag stenen die met klei waterdicht werd gemaakt. Daarbovenop kwam een laag grind en zand als een spons voor het vocht. En daar weer bovenop een laag aarde met mest. Het grote geheim zat hem in het water. Dat zorgde niet alleen voor bevloeiing van de akkers, maar de warmte die er vanaf kwam beschermde het gewas ook tegen de vorst. En als de Bolivianen de geraffineerde ecologische methode van de Tiwanaku's weer in praktijk brengen om het klimaat te overwinnen, zijn de resultaten verbluffend. De modder uit de greppels is uitstekende bemesting voor de opgehoogde akkers. En de aardappelopbrengst is ongeveer 6 keer zo hoog als van gewone akkers in de omgeving. De aardappel komt oorspronkelijk uit het hoogland van de Andes en men verbouwt hier wel 200 verschillende soorten. Dus deze boeren weten er alles van en stellen dan ook hoge kwaliteitseisen. De boeren reageerden nogal sceptisch toen de archeologen hen aanmoedigden om over te schakelen op de Tiwanaku-methode. Maar nu zijn ze ervoor gewonnen. De boeren hebben helpen aantonen hoe in hun eigen prehistorie misschien wel 20 maal zoveel mensen in dit gebied konden leven met ruim voldoende voedsel. Toen de huidige landbouwwetenschap deze boeren niet kon helpen, kwamen hun voorouders hen te hulp. En voor de overvloed van de verhoogde akkers wordt met brandoffers dank gebracht aan Pachamama, hun aardgodin. De relatie tussen de menselijke soort en onze planeet is in Bolivia geen hobby of abstract politiek vraagstuk. Het is een kwestie van leven en dood in een land waar door de armoede de levensverwachting 20 jaar lager ligt dan in rijkere landen.
Elke menselijke cultuur levert zijn eigen strijd op leven en dood met de natuur. In die strijd waren de boeren beter af in de 1000 jaar toen de Tiwanaka's over de grond waakten. De hele bemanning van ruimteschip Aarde heeft een gemeenschappelijke oorsprong in Afrika. Ongeveer 50.000 jaar geleden begonnen onze voorouders zich te verspreiden en leerden ze leven op elk bewoonbaar continent. In uiterlijk en taal groeiden ze uit elkaar. In de afgelopen eeuwen brachten zeevaarders uit Europa de mensheid weer bij elkaar, maar ze vestigden daarbij wel de heerschappij van hun eigen land. Portugezen. Spanjaarden. Nederlanders. Engelsen. Fransen. Belgen. Italianen. Japanners hadden soortgelijke plannen. Door de sindsdien vrijwel overal herwonnen onafhankelijkheid zijn de menselijke soort en zijn planeet verdeeld in meer dan 160 naties. Elke grens is een scheidslijn tussen zij en wij. Veel grenzen zijn willekeurige overblijfselen uit koloniale tijden. Soms worden oude vijanden tot elkaar veroordeeld of, zoals op Samoa, een natuurlijke en menselijke eenheid doorbroken. Samoa is een groep van 3 eilanden bewoond door een etnische groep. Maar de kolonisten trokken zelfs scheidslijnen door de Stille Oceaan. West-Samoa kwam eerst onder Duits en daarna onder Nieuw-Zeelands bewind en de rest werd door de Amerikaanse marine in beslag genomen. De meeste Samoanen wonen op Upolu, dat we hier zien op een beeld van de Franse spotsatelliet. Het eiland behoort tot West-Samoa, dat ongeveer 30 jaar geleden onafhankelijk werd. De Samoanen zijn blij dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen, ook al blijven ze door hun traditionele economische systeem een randverschijnsel in de wereldeconomie. De visindustrie van West-Samoa zit heel anders in elkaar dan op Amerikaans Samoa, waar grote visserschepen Pago Pago aandoen om hun tonijnvangsten te lossen voor de conservenfabrieken. Amerikaans Samoa staat nog steeds onder zeggenschap van Washington. De mensen in de 2 landen zijn niet van elkaar te onderscheiden. Alleen zijn ze hier op West-Samoa minder rijk. Aan de overkant van het water hebben de Amerikaanse Samoanen al lang geleden hun onafhankelijkheid ingeruild voor werk en een aandeel in de rijkdom van de Verenigde Staten, maar dan wel als tweederangs burgers. In hun hart zijn ze nog steeds net zo Samoaans als hun architectuur. De grenzen op zee zijn onzichtbaar, maar sommige grenzen op het vasteland zijn zelfs duidelijk te zien vanuit de ruimte. Dit Landsatbeeld geeft de uitgestrekte akkers te zien die typerend zijn voor de Sovjetlandbouw. Met daarnaast de kleinschaliger aanpak van de Chinezen. 2 culturen die eenzelfde landschap volkomen verschillend behandelen. Bij andere grenzen is het grondgebruik aan beide kanten hetzelfde. Dit is onvruchtbaar grasland. Maar een dicht begroeide strook land waar grazen verboden is, markeert deze grens overduidelijk. De rechthoekige boerderijen in de Verenigde Staten strekken zich uit tot de Canadese grens en trekken zo hun eigen lijn. Dit is een vreedzame grens. Maar andere zijn vaak het toneel van conflicten, waar landen strijden om stukjes van ruimteschip Aarde. Gedurende de Koude Oorlog was Duitsland verdeeld. Let weer op de grote akkers aan de voormalige communistische kant. De moderne nationale staat is uitgevonden door Europeanen en in het begin van de 19e eeuw hadden nationale grenzen het continent opgedeeld in allemaal kleine partjes. Samenvoeging van staten en 2 verwoestende wereldoorlogen zette de kaart weer op zijn kop. Afschuw over de conflicten en het streven naar een sterkere economie heeft de Europeanen doen besluiten om het idee van de nationale staat te verlaten. De Europese gemeenschap stelt de grenzen open tussen voormalige vijanden. Wij tegen zij kan velerlei vormen aannemen. Het christendom en de islam wedijveren al heel lang om de ziel van de wereld, alsof ze religieuze supermachten zijn.
De verovering van de ruimte door de mens is voornamelijk te danken aan de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie. De meeste satellieten hebben een militaire functie. En zelfs burgerruimtevaartprojecten zijn symbolen geworden van de supermachtstatus. En de behoefte van Amerika en de Sovjet-Unie om elkaars militaire en economische activiteiten in de gaten te houden, leidde tot de ontwikkeling van spionagesatellieten. Als onderdeel van het apparaat voor een mogelijke kernoorlog werden de satellieten zelf en hun grondstations militaire doelen. Niet-militaire satellieten zijn minder krachtig, maar kunnen ook overal kijken. Twee beelden van een Sovjet-satelliet geven een driedimensionale kijk op de bergen van Irak. Wetenschappers aan de Universiteit van Londen simuleerden met behulp van satellietgegevens een vlucht over Noordoost-Irak waar vliegverkeer verboden is. Dit was kort voor de Golfoorlog in 1991 en in het Gara-gebergte bespeurden ze verdachte activiteiten. Een brede, pas aangelegde weg loopt over de heuvelrug. Deze bergen bevatten uraniumerts en de uitgegraven plek was vermoedelijk een uraniummijn. Nadere bestudering van de beelden wees op tekenen van een ondergrondse uraniumverwerkingsfabriek als onderdeel van Saddam Husseins pogingen om kernwapens te maken. Geografen overal ter wereld maken gebruik van satellieten en computers om hun methoden te vernieuwen. Een voorbeeld op kleine schaal is Bromley, een buitenwijk van Londen. Bromley wordt net als de rest van de Engelse hoofdstad gadegeslagen door de satellieten. Ze waken over het eeuwige gevecht tussen stad en land, vooral daar waar projectontwikkelaars willen bouwen op resterende stukken groen. Een grote attractie voor projectontwikkelaars zijn nieuwe wegverbindingen ter aanvulling van het verouderde spoorwegnet. In een onderzoek met gebruikmaking van gegevens van de Landsat-satelliet wordt het land rond Bromley, de grens met het platteland, in kaart gebracht. Woongebieden zijn grijs, grasland is groen en bosland is bruin. De donkere stukken zijn landbouwgrond. Met behulp van de Franse Spot-satelliet onderscheiden geografen van de Universiteit van Londen de stad van het land. De donkere vlakken zijn beschermde groengebieden rond Bromley. De gekleurde vlakken zijn overige openbare gronden. Bromley komt ook voor in een computermodel voor sociale geografie. Dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Leeds en speelt een rol in het besluit om de showroom van deze Toyota-dealer in Bromley uit te breiden. Het Engelse hoofdkantoor van Toyota gebruikt het systeem voor zijn marketing. De computer slaat de autoverkopen en de bevolkingsgegevens van elk postdistrict op. Hier zien we de dealers in en rond Bromley aangegeven in bruin. Het computermodel maakt gebruik van de geografische wet die bepaalt dat de verkoop van auto's daalt naarmate de afstand tot de dealer groter is. Het model voorspelt ook de toekomstige verkopen bij elke verandering in het dealernetwerk. Computermodellen testen allerlei theorieën over complexe processen. Hier simuleert een computer de zeestromen die radioactief afval van een Engelse kernreactor naar de Noordzee voeren. Op dit computermodel van de omgeving van Antarctica zien we een realistische weergave van de stromingen en wervelingen van de Zuid-Atlantische Oceaan, in dit geval onder Zuid-Afrika. De modellen van de atmosfeer, waarmee weerprognoses kunnen worden gedaan, leveren uitmuntende resultaten. Voor een computer is een wind met orkaankracht een kwestie van snel rekenen. Maar de modellen zijn nog niet zo goed in het voorspellen van het weergedrag op langere termijn, het klimaat. Seizoensgebonden veranderingen in de bewolking typeren het klimaat. Op het Indiase subcontinent, waar 20% van de totale wereldbevolking woont, zijn die seizoenen een kwestie van leven of dood. Elke zomer brengen oceaanwinden de moessonregens. In juni en juli trekt de moesson langzaam maar zeker naar het noorden over India en zijn buurlanden. Zonder de jaarlijkse regens zou India een dorre woestenij zijn. De moesson brengt opluchting en vreugde. Voor honderden miljoenen Indiërs betekent het weer een jaar leven.
Als de moesson uitblijft, wordt India geteisterd door honger en ontberingen. Wat zal het broeikaseffect door de uitstoot van kooldioxide voor gevolgen hebben voor de moesson? Dat is misschien wel de belangrijkste kwestie van leven of dood op onze planeet. De Engelse Meteorologische Dienst maakt gebruik van een computermodel om veranderingen in de regenval tijdens de noordelijke zomer te voorspellen. Nadere beschouwing van het moessongebied rond India laat zien dat er minder regen valt in de bruine gebieden en meer in de blauwe. Maar andere computermodellen geven andere uitkomsten. Het Canadese model voorspelt dat het in Noord-India natter zal worden. Het Amerikaanse model voorspelt beduidend meer regen in Centraal-India. Deze modellen zijn een enorme vooruitgang in onze kennis omtrent ruimteschip Aarde, maar volmaakt zijn ze nog niet. Verbranding van fossiele brandstoffen, kolen, olie en gas, leidt tot uitstoot van onzichtbare deeltjes kooldioxide en zuurhoudende gassen. En andere door mensen geproduceerde gassen zijn verantwoordelijk voor het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool, hier aangegeven in licht paars. Het leidt geen twijfel dat de mens het plaatselijke en mondiale milieu op talloze manieren aantast. Het signaleren en meten van die menselijke invloed is een belangrijke taak voor geografen. Hier brengt een satelliet een slijmlaag op de Adriatische Zee in beeld, vermoedelijk als gevolg van afvalwater uit de rivier de Po in Italië. Soms hebben menselijke activiteiten directe gevolgen voor het milieu op onze planeet. Ontbossing is geen nieuw verschijnsel, maar de kaalslag in Zuid-Amerika heeft wel erg onrustbarende vormen aangenomen. De schattingen van de ontbossing liepen altijd sterk uiteen, maar satellieten leveren nu harde gegevens. Hier laat de spotsatelliet de kaalslag zien in een deel van het Amazonegebied en ook hoeveel ontbost gebied er in slechts 3 jaar is bijgekomen. Menselijke activiteiten wijzigen de wereldkaart, zoals hier bij het Aralmeer in de Sovjet-Unie. Het Aralmeer was vroeger rijk aan vis, maar nu droogt het langzamerhand op. Irrigatieprojecten onttrekken water aan de rivieren die het meer altijd hebben gevoed. Satellietbeelden maken het verval zichtbaar van een binnenzee die vroeger zo groot was als Ierland. Het is nog onduidelijk hoe funest menselijke activiteiten zijn voor het systeem dat ruimteschip Aarde in stand moet houden. Hoe weinig we nog weten van de werking van dat systeem blijkt wel uit het feit dat er nog geen betrouwbare modellen van moessons kunnen worden gemaakt. Onze kennis wordt echter steeds meer uitgebreid door satellieten. Voor het internationale satellietproject in zaken bewolkingsklimatologie was de kennis over de bewolking op Aarde beperkt. Nu kan een NASA-computer vluchten boven en onder de wolken simuleren aan de hand van gegevens vanuit de ruimte. Wolken beheersen het klimaat, maar ze worden zelf beheerst door de toestand van de oceanen en door deeltjes in de lucht. Ook de aardkorst speelt een rol in het systeem. Vulkaanuitbarstingen slingeren chemicaliën en as in de atmosfeer en alleen satellieten kunnen alle vulkanen ter wereld observeren. Zware stormen verwoesten niet alleen gebouwen, maar ook flora en fauna. En weer leveren satellieten het totaalbeeld doordat ze zowel land als zee kunnen overzien. Met name over de zee verschaffen satellieten uiterst waardevolle gegevens. Ze vertellen ons meer over temperaturen, windsnelheden en zelfs het leven in de zee dan een armada van schepen. Zo is door kleuranalyse van de zee te zien hoe de voorjaarsaanwas van plankton verloopt in de Noord-Atlantische Oceaan. En boven land meten weersatellieten de groei van de vegetatie. Door beide soorten ruimteinformatie te combineren leverde NASA het eerste totaalbeeld van de levende aarde. Grote mogelijkheden dus voor de nieuwe wereldgeografie om de wonderbaarlijk complexe werking van ruimteschip Aarde te bestuderen.
Maar om maximaal profijt te trekken van de satellieten zal er nog heel wat onderzoek boven en op de grond zelf gedaan moeten worden. Bij dit experiment in Kansas wordt de groei van het prairiegras geanalyseerd op hetzelfde moment dat de satellieten overkomen. Op grond van deze informatie kunnen wetenschappers hun interpretatie van satellietgegevens controleren en bijstellen. Satellieten kunnen zien waar nieuwe boerderijen worden opgezet in Bolivia. Maar alleen door zorgvuldige bestudering van representatieve proefvelden kunnen experts beoordelen of de grond ook op langere termijn goede oogsten zal opleveren. Satellieten kunnen fluctuaties in het poolijs registreren, maar voor een inzicht in de wisselwerking tussen ijs, klimaat en zee zijn poolexpedities nog steeds onmisbaar. Geografie is een integrerende wetenschap die de fysische wereld en de levende natuur in verband brengt met de menselijke factor. Ruimtebeelden van de aarde bij nacht tonen het contrast tussen de lichte rijke steden en de donkere arme gebieden. Dit is tegenwoordig de grote scheidslijn, wij tegenover zij. Vanuit de lichte gebieden komt het merendeel van de kooldioxide in de atmosfeer, waardoor de planeet wel eens oververhit kan raken. De natuur creëert haar eigen woestenijen, waardoor de planeet vaak veel warmer of kouder is geweest dan nu. De grote vraag is of de huidige mondiale milieuveranderingen ten koste zullen gaan van toekomstige generaties. Theoretische of sentimentele opvattingen over het milieu dienen afgewogen te worden tegen de zorg voor menselijke behoeften en de toekomstverwachtingen van zowel onszelf als de anderen, waar ze ook wonen. De spotsatelliet geeft een beeld van de ingrijpende wijzigingen in de loop van rivieren als gevolg van recente overstromingen. Wat dit kind nodig heeft is schoon drinkwater, onderwijs en efficiënt beheerde rivieren. Maar moeten de verwachtingen in de rijkere landen worden beteugeld om anderen een groter aandeel te gunnen in de beperkte bestaansmiddelen op aarde? Een menswaardig bestaan blijven bieden aan alle toekomstige generaties? Dat is de ware test voor de toestand van het milieu. Ten slotte is er geen mens echt ver van ons vandaan. De aarde is een zeer compact ruimteschip met enkel die ene bemanning van mensen dat eenzaam door de ruimte reist.